Leveranciers die aan door SURF vastgestelde criteria voldoen, kunnen standaard producten en diensten in de etalage aanbieden binnen bepaalde productcategorieën. SURF bepaalt, samen met de inkooplinkingpins, welke productcategorieën in aanmerking komen voor een DAS, een dynamisch aankoopsysteem. Een voorbeeld van zo'n productcategorie is referentiesoftware. Voor de vastgestelde productcategorieën zet SURF een aanbesteding in de markt voor het instellen van een DAS. SURF beoordeelt of de leveranciers die geïnteresseerd zijn in de aanbesteding kunnen worden toegelaten tot het DAS. Als instelling plaats je via het portal zelf een functionele uitvraag in het DAS en ontvang je offertes van de leveranciers binnen de productcategorie. Vervolgens beoordeel je als instelling zelf met welke leverancier je een contract sluit. Dit doe je als instelling aan de hand van een vooraf vastgestelde beoordelingssystematiek. De bestelling van het product en of de dienst verloopt via SURF, net als de facturatie. SURF verzorgt het leveranciersmanagement op de toelatingseisen om tot het DAS te worden toegelaten. Ga naar onze website voor meer informatie.